Wie is de Crimson van Louis Koetermans? Wie is de Anatol? Wie is de grote slechterik achter het gordijn? De meest voor de hand liggende tegenstrever tegen het imperium van de Antwerpse prins Diamant was zeker een vaste miljardairsfamilie Rothschild. De stamboom van de Joodse familie Rothschild leidt ons minstens zover terug in de geschiedenis als die van de Koetermansen. Hun stamvader was de legendarische Meyer Amschel Rothschild, een vroeg 18e eeuwse zoon van een geldwisselaar, geboren in het noodlottige ghetto van Frankfurt, een van de eerste Joodse ghettos ooit, genaamd de Judengasse. Met bloedverwanten en nauwe klanleden werkte deze Rothschild zich op, in weerwil van de racistische, discriminerende wetten die hem hier ten deel vielen, tot helemaal aan de top van de bankierswereld. Zijn vijf zonen werden door hem uitgestuurd naar vijf grote Europese steden. Vandaar de vijf gebundelde pijlen op het wapenschild van de Rothschilds. Frankfurt, Wenen, Napels, Parijs en Londen. Daar streken ze neer en met een hardnekkige inhuwelijkspolitiek bleven ze steeds nauwgezet over hun onschatbare kapitalen waken overal in de wereld. Door sommigen wordt trouwens ons eigen koninkrijk België soms zelfs wel eens genoemd de bankkluis van de Rothschilds. Maar tijdens de Belle Époque, toen Louis Koetermans hoogtij vierde, bevond de voornaamste zetel van de Rothschilds zich in Londen. Voor de Rothschilds was de voorkeursbehandeling die Koetermans te genieten kreeg van keizer Willem II een doorn in het oog. De familie de Beers, trawanten van de Rothschilds, gingen met hun ongenoegen meermaals bij de keizer op audiëntie. Doordat Koetermans het monopolie bezat op de Zuidwest-Afrikaanse diamantindustrie, deed hij, zo zeiden ze, aan concurrentievervalsing. Koetermans was te productief en deed met opzet, vonden ze, de internationale prijzen kelderen. De Rothschilds hadden de keizer in het verleden talloze keren uit de brand geholpen. Waarom kregen ze daar nu zo weinig voor terug? Geleidelijk aan begon het overal op aarde naar oorlog te ruiken. Geen conflict tussen landen of volkeren, maar een botsing tussen de belangen van ondernemers met als inzet: wie hoorde de kolonie toe? Wie zou als overwinnaar de controle krijgen over het goud, het petroleum, het gas, het rubber, het koper, het zilver en het diamant? Klapper op de vuurpijl in dit geruzie en dit getouwtrek, dames en heren, was de zogenaamde Bagdadbaan uit 1911. Een Duitse spoorweg die alle mogelijke transport vanuit Afrika controleerde. Vanaf de Perzische Golf rechtstreeks tot in het hartje van Berlijn en trouwens ook zeer bepalend voor de handel met China. Een gigantisch alleenrecht voor Koetermans. Tegelijkertijd was Koetermans zich aan het inkopen in allerlei andere mogelijke en onmogelijke firma's in koper en technologie. Dikwijls kreeg hij bijna de overhand in firma's die in principe gelinkt waren aan Rothschild. Symbolisch voor de klappen die Rothschild incasseerde was rond diezelfde tijd, begin 20e eeuw, de teleurstelling die hij opliep na zijn langdurige, vermoeiende, geldopslorpende zoektochten naar de mythische mijnen van koning Salomon. Nog voor de Engelse fantast Rider Haggard hierover schreef, wilden diverse volkslegenden al eeuwenlang dat de Bijbelse koning Salomon een fabelachtige goudmijn zou hebben achtergelaten. Misschien in Timna bij Eilat, misschien ergens in Tanzanië. In het begin van de 20e eeuw moest Rothschild onverbiddelijk tot het inzicht komen dat deze kweeste ijdele hoop en nutteloze geldverspilling was geweest. Om aatschieren buiten te houden had de groep rond Koetermans de Zuidwest-Afrikaanse diamantmijnen met oneindige rollen prikkeldraad afgesloten, een quarantaine genaamd de Sperre. In het jaar onze heren 1913 kreeg nog een andere medewerker van Rothschild, Bernard Oppenheimer, de toestemming om naar dit gebied op inspectie te gaan. In plaats van te mogen constateren dat het met de rijkdom van deze mijnen nogal zou zijn meegevallen, werd hij met zijn neus op het tegendeel gedrukt. Vol afgunst moest hij constateren dat er zo pas nog enkele gloednieuwe diamantmijnen meer ontdekt waren, met name in Pomona. In sommige gebieden onder water lagen die mijnen. Op veel andere plekken konden die diamanten gewoon met de blote hand van de grond worden geschraapt. De tot dan toe grootste diamant ooit werd hier zo zomaar eventjes naar boven gevist. Een exemplaar van 1 miljoen karaat, ofwel 200 kilo. Tot overmaat van rampspoed, zoals jullie nog mee zijn, werd het schip waarmee Oppenheimer naar huis terugreisde na deze inspectie getorpedeerd door een Duitse U-boot. Kranten melden dat er niet één mens deze ramp overleefde. Rothschild was in alle staten. Totdat er zich, gek genoeg, een mirakel voordeed.
Enige dagen nadien werd Oppenheimer toch teruggevonden. Als een van de uiterst zeldzame overlevenden, richtingloos dobberend op de zee in een piepklein reddingsbootje. En zo was de Eerste Wereldoorlog dus losgebarsten. Opnieuw deed Koetermans daar tijdens bijzonder veel humanitair werk. Hij stichtte de eerste volkskas. Hij zorgde voor broodverdeling onder de armen. Hij legde treinen aan voor vluchtelingen uit België, die met name in zijn slijperijen in Amsterdam bed, voedsel en onderdak konden krijgen. Bovendien deed Louis onze Belgische soldaten een misschien wel iets wat wrang uitziend vehikel cadeau, het zogenaamde Chapelle-voertuig. Dat werd door Koetermans zelf uitgetekend. Van buitenaf een gepantserde vrachtwagen die door de modder kon. Binnenin een knusse, minutieuze, ingerichte bidkapel, zodat ook op het slagveld de misdiensten gewoon konden blijven voortgaan. Toch, beste aanwezigen, stond Koetermans tijdens de Wereldoorlog geleidelijk aan schaakmat. Met zogenaamde vijandelijke mogendheden mochten er geen zaken worden gevoerd. Dus de man stond in een splitpositie. Hij was een Belg, maar zijn beste verhouding was die met Duitsland, de aartsvijand. Rothschild richtte de Fed op, de Federal Reserve, de allergrootste trust ter wereld, opgericht als de Centrale Bank van Amerika. Met in principe een volstrekte macht op zowat alle financiële wereldmarkten. Aandeelhouders die lange tijd tussen Koetermans en Rothschild inzweefden, kozen nu eieren voor hun geld en liepen voorgoed over naar laatstgenoemde, door wie ze met open armen werden ontvangen. De ondergang van Willem II na de oorlog, als een uitgeblust asielzoeker in het kasteel van Amerongen, op voorwaarde dat hij zich koest hield tot er dood, is tegelijk ook de inflatie geweest van Koetermans. Hij bleef nog wel eventjes overeind staan, maar zijn strijd was gestreden. We hebben nog één monument dat verbonden is met Koetermans, zijn grafmonument op het Schoonselhof. Maar dat is op een plakkaat na alles. Meteen na zijn dood, die volgde tamelijk gauw daarop, in 1925, op 70-jarige leeftijd, werd Koetermans zijn gigantische nalatenschap perfect verduisterde maand. Kinderloos als hij was, had alleen zijn vier omzichtjes recht op zijn erfenis, maar die hebben daar nooit één cent van gezien. Waarin is die onmetelijke superschat verdwenen? Wie hebben zich eraan verrijkt? Hoeveel blijft er misschien nog ergens van over als één geheel? De vele dieven die het zijn, hebben hun werk verbluffend minutieus uitgevoerd. Heden ten dagen blijkt niet alleen zijn kapitaal te zijn verschwonden, ook is ieder mogelijk spoor naar Koetermans grondig van de aardbodem weggewist. Iedere Jan van Beers, iedere August Lambermond heeft in onze koekenstad een standbeeld, een straatnaam, een museumpje voor zichzelf. En vanuitgerekend de rijkste Antwerpenaar ooit, die onze stad zo drastisch en eigenhandig mee uitgetekend heeft, vind je werkelijk nergens nog iets terug. In geen enkel archief, op geen enkele ambassade. Er is dus wel, zoals gezegd, zijn grafzerk en aan de Jordaanskaai een plakkaat.